Een van de co-founders van Daily Paper. Abderrahman Trapsini. Ja, man. Heeft het nieuwe, de nieuwe jerseys van Marokko gedesigned voor de Afrika Cup. Hele persconferentie, alles erop en eraan. En, dat je dat voor je moederland mag doen gewoon, richting het WK. Richting Afrika Cup of WK ook. Daar gaan we nu over horen. Slap. Oh, wow. Ik ben Lens. Yo. Yo, Appie Vakka. Lekker man, jij? Rustig. Goed? Ja man, we horen je goed, Top. We hadden even... Ik zag je met allemaal microfoons om je heen. Ja man, was een mooi moment. Je hebt... De nieuwe Marokko jersey namens. En ja, werd ook gezegd wie achter de designer was. En ja, ik was daar, man. Dus was wel een lijp moment. Je hebt het uit- en thuisshirt ontworpen voor Marokko? Ja, ik heb een hele collectie gedaan, man. Uit, thuis, pre-match, trainingspak waarmee ze op reis gaan. Dus van alles en nog wat, man. En ik ben... nog bezig met andere dingen. Dus ja, maar het is een goede start voor mij. Super hard. Vanuit mijn eigen entiteit. Hoe was het toen je deze request kreeg, man? Ja, het was hard, man. Ik was gewoon ready. Als in van... toen Jeff en ik hadden het gehoord dat we Marokko mochten doen. En obviously Jeff Ghana, ja. We waren gewoon ready. Ik wist eigenlijk al meteen al wat ik wou doen. Ja. En ja... Zoals ik elk project pak, ik doe gewoon mijn best en ik zorg ervoor dat ik iets hards creëer wat binnen mijn DNA past en iets wat een goede storytelling heeft. Ja, want wat is de storytelling achter deze collectie? Ik denk met de, ik weet gewoon, met het home jersey heb ik heel erg gekeken naar de Marokkaanse tegels. En ik wou ook gewoon laten zien aan de buitenwereld dat de Marokkaanse... craftsmanship, wat ze zeggen, dat gewoon mooi is. En dat wou ik heel graag vieren in onze jersey. En de uitshirt gaat meer over de Amazigh culture. De Berbers. En ik weet ook gewoon, afgelopen 2 jaar is de taal heel erg erkend binnen het land. Als je ook gewoon kijkt, zie je heel veel... stopborden of gewoon algemene borden zie je nu in 3 verschillende talen. In het Arabisch, Frans en in het Amazigh. En ik dacht, dit is ook een toffe manier om het uitshirt in het Amazigh te doen. Om te laten zien van, hey, de taal die van origine uit Marokko komt, is erkend. En ik wou dat heel graag ook laten zien in het uitshirt. Laatste vraag van mij. Hoe reageerde je familie hierop? Hoe was je moeder hieronder? Hoe was je vader hieronder? Ja, keihard, man. Ik bedoel, voor hen is het ongelofelijk wat ik heb gedaan. Vooral onder mijn eigen naam, weet je. Ik bedoel, er staat gewoon mijn government name. En ze vonden het keihard. Ik heb ook mijn moeder... over 2 weken dropt mijn videocampagne die ik heb gemaakt. Ja. En ja, spoiler. Ik heb gewoon een shot met mij en mijn moeder, weet je. Wauw. Om het te vieren wou ik het gewoon met mama doen. En jullie gaan het zien, man. Het is... mijn grootste doel met dit shirt was, was gewoon een globale messaging creëren. Niet dat het alleen maar over mij gaat, maar over alle Marokkanen die net als mij zijn opgegroeid. En ook gewoon laten zien van, als je hard je best doet, dan kan je ook zulke dingen doen. Ik ben ook maar een jongen uit Osdorp. Ja man, van Osdorp naar helemaal daar. Nee ja, echt, man. Super hard, bro. Super congrats. Geniet nog even van dit legendarische moment. Thanks, man. En much love vanuit ons sowieso, man. Love naar jullie, man. Jullie zijn de eerste interview die ik heb gedaan binnen Nederland. En ik gun het jullie ook. Dat is love. Dat is love. Ik zag 20 microfoons bij het vliegtuig. Het was alsof je... ik was gisteren bij... gisteren kwam ik op Duziem. Dat is de grootste nieuwskanaal in Marokko op gebied van tv. Wat legendarisch was. Dus... ja, maar more to come, man. Ik heb nu allemaal verschillende requests gekregen. Dus, hoe gaat je Darisha dan? En dan vanuit daar ga ik gewoon rustig alles op me nemen en pakken wat ik pakken moet. Hoe gaat je Darisha dan? Ja, die boys hier zeggen is goed, maar om dingen echt goed uit te leggen van de gedachtegang over het design en wat ik verwerk, dat gaat een beetje stroefjes. Maar
Ik ga er meer aan werken, man. Want ik hoop gewoon meer terug te komen. En ik hoop ook gewoon dat ik met Puma meer dingen kan doen voor Marokko, man. Ik bedoel, het is echt een kinderdroom, weet je. Om iets te doen voor je land, weet je. 100%. Ajax is een grote mijlpaal voor ons. Maar het feit dat je iets kan doen voor je moederland, dat is echt, is legendary, man. 100%, maar het is crazy, je weet toch. We hebben het gezien over 2 weken. We zijn ook benieuwd naar de videocampagne. En we gaan het zien, man. Sowieso support vanuit ons en dank voor het interview, man. Ja, man. Sowieso. Phoenix heeft een screenshot gemaakt van jouw comment. Dus ik klopt, dus thanks, man. Love, man. Ja, thanks, man. Ook jullie toch. Love voor altijd onze platform geven. En 100%. Ik waardeer jullie ook, man. 100%, broeder. Geniet van je dag, man. Lobby, hè? Thanks, man. Jij ook, man. Is cool. Jullie ook. 100. Yo, yo. Later. Een mooie wel. Ja, lijp. Dit voor je moederland kunnen doen. Ja, man. Crazy.